In verband met Valentijnsdag vandaag hebben verschillende instanties, waaronder Stichting Lobby en het Korps Politie Suriname, voorlichtingsactiviteiten gericht op de jeugd georganiseerd. De afdeling jeugdzaken van het KPS gaf voorlichting over jeugdcriminaliteit. Om makkelijk in contact te komen met de schoolgaanden was de stand opgezet voor Kirpelani aan de Maagdenstraat. Het doel van deze voorlichtingdag was de samenleving, voornamelijk de jongeren, te voorzien van informatie over de misdrijven waaraan zij zich schuldig kunnen maken. Er is onder andere voorlichting gegeven over de verschillende drugsoorten zoals soekroe, over zedenmisdrijven en kleine strafbare feiten. Milton Bisschop, hoofdvoorlichting van de afdeling jeugdzaken, zegt dat de politie vaak invalshoeken zoekt om de gemeenschap van informatie te voorzien. Laten we zeggen Valentijnsdag, waarom wij de nadruk op leggen. We weten dat iedereen in een soort love sfeer is, als ik het zo mag zeggen. Mensen zeggen oké, okay, vandaag ga ik speciaal liefde aandacht schenken. En we weten dat elke mogelijkheid die wij hebben of elke gelegenheid die we krijgen, willen we de informatie verschaffen. Nou weten we dat op Valentijnsdag veel jongeren op stap gaan. Niet alleen jongeren, ook oudere mensen raken zogenaamd verliefd, aanhalingsteken. Er worden presentjes gegeven, geschenken aan elkaar, cadeautjes worden verwisseld. Maar daarin zit ook het gevaar. We willen dan de mensen erop attenderen. Wees voorzichtig, want iemand kan je een drank aanbieden en je weet niet, je never know, er kan bijvoorbeeld soekroe daarin gezet worden of een ander drugsoort. Dus wij zeggen ook, er is Valentijnsdag, mensen zijn in een bepaalde vibe, er is een bepaalde sfeer, maar nogthans zeggen we, hou er rekening mee dat er van alles kan gebeuren en voorzichtigheid geboden. Daarom zeggen we, middels preventie proberen we ze dan weerbaar te maken en de bewustwording moet ook gaan komen. Je kan je Valentijns vieren, maar wees voorzichtig, want die jongen kan zeggen, weet je hoe lang ik een oogje op je heb, of ik ben verliefd op en die man zet stiekempjes een beetje soekroe of noem maar ecstasy erin. En dan heb je misschien op een of andere wijze jouw maagdelijkheid verloren. Milton Bisschop, hij is hoofdvoorlichting van de afdeling jeugdzaken. Hij gaf samen met enkele politieagenten voorlichting over jeugdcriminaliteit in verband met Valentijnsdag vandaag.